Yo mensen, Jurassic hier en welkom bij weer een nieuwe live gameplay hier op mijn kanaal Jurassic Game. Zoals je kan zien gaan we weer lekker World at War spelen, oftewel Call of Duty 5 en mijn hond die is vaag gaan het doen, maakt niet uit. En we gaan free for all spelen op de map Dome en de map Dome is natuurlijk een super klein mapje. Je hebt Dome ook in Modern Warfare 3 zitten, is het ook een heel klein mapje en hier is het nog een kleine mapje. En we spelen free for all, dus we gaan overal nergens spannen en we spelen met de MP40 met een Aperture sight erop. Wat een vage scope, gewoon een red dot of een reflex sight is het, voor de mensen die dat niet weten. En ik zoom toch nooit in, dus we schieten lekker hipfirend. En mocht ik moeten inzoomen, dan is dit wel ietsje chiller dan gewoon een iron scope. Dus we gaan even kijken of we goede scoren kunnen gaan neerzetten in dit domepotje. En dan zien we vanzelf wel wat we er vanaf gaan brengen. En jij kilt jezelf. Ik dacht, huh, waar is die enemy heen, maat? Hij heeft zichzelf gekild met zijn bouncing shred. Lekker handig, jongen. Dat is natuurlijk niet slim om te doen, die zelf killen. Holy shit, dat is een vage scope, gek. Oh, er spant gewoon een keer in mijn richtpunt. Alsjeblieft. Hij spande daar gewoon, man. Ik stond daar heel chill en in één keer, huppatee, spant hij gewoon voor me. En jij probeert me te backcreepen met je martydom op rotten. Dank u. Dan moeten we hier even blijven. Ja, ik wou het net zeggen. Er komt sowieso iemand om me afrennen. Want we hebben natuurlijk geen silencer meer aanstaan. Dus als je één iemand killt, dan komen er 20 op je afrennen. En dan moet je altijd blijven opletten. Als je reload, je het altijd op een veilige plek doet. En niet gewoon random ergens gaat lopen reloaden. Want dat werkt natuurlijk niet. Op tijd is een triple kill. Oh, er komt er nog één. Kom dan. Oh, één kogeltje. We hebben hem. Ik had nog één kogeltje in mijn MP40 zitten. En we hebben er nog mee gekillt ook. Prachtig shot was dat, man. Eén kogeltje. Heerlijk is dat altijd. Als je gewoon met één kogel nog iemand kan killen. Net op het juiste moment. Uitkijken, want mijn artillery strike komt daar neer. Dus daar kan ik nu eventjes niet meer heen rennen. Staat er hier een naast me. Kom eens hier, jij. Niet voor me wegrennen, jongen. Dan word ik boos. Oh, die heeft een trench gun. Dankjewel. Spant er daar weer een. Oh, die spant gewoon naast me. Wacht, ik ga hem knife ook. Huppatee. Geef je. Oh, ik wou net zijn wapen pakken. Nou, we hebben weer een nieuwe recomplay. Dat is handig. Dan weten we tenminste waar ze lopen. Want kijk eens aan. Spant er meteen eentje weer in mijn rug. Zo, man. Als je in deze map spant, je moet gewoon meteen in je rug checken. Dat is eventjes een onthoud dingetje in deze map. Het is zo'n klein mapje. Het gevecht ligt zich daar in dat soort van camphuisje af te spelen. Maar ik ga daar niet heen. Want als ik daarheen ren, dan weet ik zeker dat ik dood ga. Maar als we daarna spannen, dan kunnen we denk ik wel gewoon op afrennen. Wacht even. Als ik even een recomplay kan halen, spant er iemand naast me ergens? Ja, ik hoor er een. Ja, kijk eens aan. Dan hebben we een recomplay. Dan kunnen we even kijken of er hier iemand staat te campen. Ja, kijk, is dit er eentje? Dan pakken we die trench gun als een shotgun. Holy fuck. Ah, oh, shit, sorry. Pak ik net dat wapen, komt er iemand anders aanrennen. Dat was niet de bedoeling, jongen. Ik had eventjes moeten wachten totdat ik dat wapen goed had opgepakt en wist dat je eraan kwam lopen. Want anders heb ik er natuurlijk niet heel veel aan. Die word ik weer gekild. Worden echt hard gespantrapped op het moment. Maar ja, goede potjes kan je niet altijd hebben. Helemaal niet op dit kutmappie. Dat is echt een te klein mapje eigenlijk, jongen, om een goede score in te halen. Maar ja, kan gebeuren. Het is gewoon heel goed opletten. En eigenlijk denk ik dat als je heel rustig speelt en gewoon de hele tijd hier, zeg maar, blijft rondrennen waar ik nu rondren, dat je best nog wel veel enemies kan killen. Even langzaam reloaden. Het wapen gaat niet heel snel leeg. Maar alsnog voor de zekerheid gewoon reloaden. Jij hebt zo'n kut dingetje boven je beeld dat je een idee hebt. En we moeten gewoon heel erg langzaam gaan spelen. Je ziet het, ik speel nu ietsje langzaam. Gewoon even goed blijven opletten. En dan heb ik meteen gewoon wel iets minder snel kills. Maar ik heb wel gewoon betere kills en makkelijkere kills te pakken. Het gaat niet meer allemaal zo snel. Zo irritant dat je gewoon niks meer ziet. Dus ik speel nu gewoon ietsje rustiger. Dat blijf ik nu ook gewoon voortzetten dat het potje is afgelopen. En dan moet het wel goed komen. Gewoon even langzaam. Alles langzaam doen. Ik blijf hier even staan. Want die artillery die komt ook gewoon over de hele map heen. Rennen we weer hierheen. Ik blijf gewoon de hele tijd hier heen en weer rennen. Dat is denk ik een mooie tactiek om te gebruiken in deze map. En nu heb ik geen zin meer. Oké, doggies. Dat wou ik even halen. Doggies zijn binnen. Ah, oh. Maat. Goed blijven opletten, jongens. Martydom. Komt er volgens mij nog een aan hier. Want ik hoor hem. Ja, kijk. Daar loopt hij. Met zijn trench gun. Dat is een shotgun. Oh, dan schiet ik weer mis. Ik schiet altijd mis met dat ding. Want dan shock je hem. Je denkt, je hebt één kogel en dan wil je raak schieten. En dan toink, toink, gaat hij weer mis, man. Irritant wapentje. Die loopt met een type 100. Is dat volgens mij of een SHS. Ik weet niet hoe dat ding heet. Je kan het ook niet zien. Die hipfired ook gewoon. Iedereen hipfired hier natuurlijk. Want dat is gewoon beest om te doen. Helemaal met een submachine gun. Want misschieten als je hipfired, dat zal toch niet gebeuren. Maar we moeten nog 3 kills hebben. Als we die 3 kills even kunnen binnenhalen, dan hebben we een kutpotje achter de rug. Vlieg vooral kutpotje. Ja, kan gebeuren, weet je. Je kan niet altijd een B-score neerzetten. Even daar die nade gooien, want daar spannen ze. Die artillery die gaat helemaal mis. Hij komt wel op mijn kop, maar alsnog gaat hij mis of zo. Het zal wel. Ik word er nog ineens door gekild, maar ja. Maakt mij niet uit. Als ik erin sta en ik word er niet door gekild, dat betekent dat ik gewoon beest ben. Ah, shit, sorry. Scheidcampertje. Ze campen wel vaak, hoor, in dit spel met die bouncing sled. Die zijn ook best wel overpowered, want je ziet ze bijna niet liggen. Als je een ander spel speelt, dan kan je gewoon gaan liggen. En dan ontploft hij niet, maar hier, ik weet niet of dat werkt. Ze ontploffen ook super snel in dit spel. Je hoort het zo. Tssch, en dan ben je eigenlijk gewoon al dood. Je kan misschien wel gaan liggen of zo, maar ik heb geen flauw idee. Mij lukt het niet. Ik heb niet zo'n snel reactievermogen. Maar we hebben weer een potje achter de rug. 30-12. Een kutpotje in World at War. Maar ja, soms ga je slecht, soms ga je goed. En soms ga je middelmatig. En dit was gewoon een kutpotje. Maar anyway, we hebben wel gewonnen. 30-12 is mijn eindscore. En mocht je hem nou leuk hebben gevonden, jongens, geef me alsjeblieft een duimpje omhoog. En tot de volgende keer. Bye bye.